Erik Assink is gewaarschuwd. De trainer van GVVV weet dat het moeilijk kan zijn na een wedstrijd in Gouda. Peter Wesseling van Spakenburg werd na een nederlaag bij Jordan Boys ontslagen. En Jan Zoutman zat dit weekend zijn laatste wedstrijd schorsing uit. Ook al na een akkefietje bij Jordan Boys uit. Met die grensrechter, weet u nog? GVVV reist als gedeeld koploper naar Gouda en speelt daar met Maurice van der Wild en Dennis van Meegdenburg samen in de basis. Roggeveen hier namens Jordan Boys levert in bij Van Hoof. En die is er meteen langs, vindt Van Meegdenburg. Van der Wild. Van Loon bij zich. Maakt geen passeeractie, maar kiest voor de voorzet. Van Hoof komt voor Roggeveen. Dat is in de eerste minuut van de wedstrijd de eerste mogelijkheid voor GVVV. Van Hoof raakt licht geblesseerd, maar kan verder. Den Hartog met de onderschepping. Van Meegdenburg. Goed de ruimte gezien bij Oostinje. Loopactie is van Wouter van Hoof. En opnieuw Oostinje en opnieuw Van Hoof met een goede loopactie. Roggeveen doet dit niet goed en Van Hoof bijna. Goeie actie van de rechterspits van GVVV. Brank met de vrije schop. Bonke, Oostinje, Bonke. Dat is geknoei. En dit is een kans voor Graafland en die moet de hoek zoeken. Maar dat doet hij niet en dus kan Jansen redden. Dat is best een goede redding van Jansen. Maar Graafland doet dat natuurlijk niet goed, de topscorer van Jordan Boys. Na 25 minuten de hoekschop van Roy Terschegget. Wordt weggekopt door Leroy Brank. En weggeramd dan in de richting van Graafland. Jordan Boys sterk in de omschakeling. Oostinje verslikt zich in Graafland en Graafland schuift hem naast. Twee grote kansen voor de topscorer van Jordan Boys. Tot opluchting van GVVV staat het nog 0-0. Van Hoof. Terschegget en Oostinje. Oostinje en de volley. Uit de draai van Dennis van Meegdenburg. Mogelijkheid voor GVVV. De laatste van de eerste helft. Ruststand is 0-0. De vrije schop dan voor GVVV. Scheidsrechter De Lima Schepens zet de muur op afstand. Adnane is de man die hem neemt. En doelman Straver van Jordan Boys redt. Hulsbos komt er koppend niet aan. Van de Wild, bal van richting veranderd door Leroy Brank. Oudspeler van Sportlust. Doet dat hier best aardig, die bal opruimen uit zijn eigen 16. Van Loon, Brank. En de kans voor De Pina, weggehaald door Hulsbos. Een van de weinige dreigende momenten van Jordan Boys in de tweede helft. De promovendus doet het in deze wedstrijd net als in de competitie. Sterk starten en daarna wat wegzakken. En dat wegzakken in de competitie heeft al geleid tot serieuze degradatiezorgen nu voor Jordan Boys. Van der Wild. Van der Wild draait goed weg bij Roggeveen en scoort. Dat doet hij knap. Maurice van der Wild. Veel fans meegekomen uit Veenendaal. Zij kunnen juichen. Den Hartog, nummer 8, wil hier die bal wel hebben. Kijk maar. Maar Van der Wild doet het zelf. Hij maakt zijn hele belangrijke derde van het seizoen. Een kwartier voor tijd zet die GVVV op 0-1. Van Meegdenburg vindt Hofman in de ploeg gekomen voor Oostinje. Hofman dankzij Van Meegdenburg voorbij Roggeveen. Daar is de voorzet, daar is Van Loon en daar is bijna de 2-0. Dat zal niet met opzet geweest zijn dat Van Loon zichzelf zo redde. Den Hartog. En Hofman. Van Meegdenburg. 39 jaar, maar nog steeds sneller dan de defensie van Jordan Boys van de Wild met de kans. Recht op de doelman af en dan Terschegget mikt te hoog. Dat is niet de eerste keer dat GVVV de voorsprong had kunnen uitbreiden. En dus blijft het gevaarlijk tot in de blessuretijd. Als hier de vrije schop is van Terschegget. En dan is het 2-0. Via Roy Terschegget, aanvoerder bij GVVV nadat Simon Brouwer was vervangen.
En de supporters van GVVV weten het al. Wij staan bovenaan. In dit topklasse seizoen is alleen altijd de vraag, hoe lang? Dat was een